Goedendag, ik sta hier in Almere buiten met achter mij een beeld wat veel mensen van Almere kennen. Almere, een bouwende stad. Almere waar veel in gebeurt en ook hier wordt gebouwd. Maar wat we ook hebben gezien in de cijfers die net zijn bekend geworden van 2017, dat de huizenprijzen in Almere afgelopen jaar explosief zijn gestegen. Dat we zien dat er krapte is op de markt, met name voor de starters. Maar wat we ook zien is dat er in Almere een scheefgroei aan het ontstaan is. Dat er te weinig huizen zijn voor starters. Dat er te weinig betaalbare woningen zijn, zowel in de koopsector als in de huursector. En als makelaar ook in Almere ervaar ik dagelijks de problematiek die er is voor deze groep van mensen. En ik ben blij dat de ChristenUnie zich de komende jaren wil gaan inzetten voor een waardevol beleid op het gebied van de huisvesting. Dat wij willen ervoor gaan dat de komende jaren de wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen wordt teruggebracht van 7 jaar wat het nu is naar minder dan 1 jaar. Dat gaan we niet meteen redden, maar we zullen er alles aan doen om het beleid dusdanig te doen dat we binnen een aantal jaren deze wachtlijsten ingekort hebben. En dat er een evenwichtig beleid komt bij het bouwen, zowel voor jongeren als voor senioren. Voor elke groep van mensen. Want Almere is het waard om in te wonen. Almere is waardevol voor u. En daarom vraag ik uw steun voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart om op de ChristenUnie te stemmen. Ik ben Hans van Dijk en ik ben nummer 2 op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. En ik hoop dat u ons wilt steunen om ook dit beleid om waardevol voor de komende jaren om te gaan met onze woningen, voor onze jeugd en voor onze senioren. Want alle Almeerders zijn voor ons waardevol. Dank u wel en bedankt voor uw steun.